president Desi Bouterse is niet onder de indruk van het 8 december strafproces. Volgens het staatshof is deze kwestie een scenario dat alleen is bedoeld om hem politiek uit te schakelen. Bouterse is hoofdverdachte in deze zaak en tegen hem heeft de auditeur militair 20 jaar gevangenisstraf geëist. Tijdens een persconferentie gisteren zei de president dat verschillende opponenten onder wie Nederland er alles aan doen hem een proces aan te smeren. Dit terwijl verschillende harde bewijsmiddelen naar zijn zeggen bewust niet worden gebruikt. Hoewel hij niet wakker ligt van de verschillende acties tegen hem, ergert hij zich er wel aan dat sommige zaken bewust worden verdraaid. Dat land welke het heel scenario heeft gedraaid en alle informatie heeft, dat land heeft het scenario gedraaid, heeft alle informaties. Ik ga je die informatie niet geven. Weet je wat ik ga doen? Ik ga het bewaren. Ik ga het over 60 jaar publiceren. U hebt informatie en u wilt iemand straffen, maar u kunt niet over de informatie beschikken. Maar laat me nog een mooier ding vertellen. Het zogenaamd onderzoek van deze club van 8 december is 23 jaar geleden begonnen. 23 jaar geleden. Dezelfde dag toen dat dubieuze rapport werd uitgebracht. Wat daar gebeurt, dat dubieuze rapport. Ik heb het genoemd dubieuze rapport. Dezelfde dag heeft deze man, Desiré Delano Bouterse, direct justitie opdracht gegeven om een onderzoek te plegen. Direct. Niet 23 jaar later. Terstond. Dat rapport is gaan naar justitie, is gaan bij OM. En een van die rapporten, ik heb het niet in mijn koffer, in mijn tas, of thuis of in de kazerne. Ik heb het, ja, daarop, Chiara. Ik heb het gezet bij de Surinaamse bank, in de kluis van de Surinaamse bank. Bouterse had ook geen goed woord over voor procureur-generaal Roy Bainat Pandey. Volgens de president heeft de PG een dubbele agenda. Als mensen geen respect hebben voor zichzelf, dan kan ik niks aan doen. Wanneer deze PG, deze PG, huidige, aan mij zegt, we gaan het dit moeten eindigen, zeg, taksap zei het, Taki. Je moet dit artikel moet je gebruiken. Dan geeft u me de opening, dan los ik dat ding op. Om een week later aan zijn auditeur militair allerlei andere zaken te vertellen. Ik bedoel dan, en wanneer ik vertrouwen in opzeg, dan is het lijden en les. Deze PG, hij is een lieve toch. Hij heeft gezegd, je moet dat gebruiken. En dat dokt hij later. Dus ik heb geen respect voor dit soort mensen. Dan doe ik vrolijk mee. Dan kijk ik naar het toneelspel, maar ik doe er niet meer aan mee. Meneer Toon. Toon heet hij, geloof ik. En meneer Toon staat gewoon daar. Hij is een geestelijke leider. Op 8 december, halve waarheden en leugens te vertellen. Gewoon, natuurlijk op het kansel kan niemand antwoorden. Ik wil hem graag een keer zien. Gewoon staat er maar leugens te debiteren daar. Ja, meneer Toontje, wat zeg ik? Gewoon ik naar Pelé. Alles president Desi Bouterse gisteren tijdens een persconferentie het staatshoofd zegt zich niet druk te maken met het 8 december strafproces, omdat dit een politiek scenario is.